Vanuit Amsterdam is dit Shownieuws. Grote verwarring rond bijna beroemd, de talentenjacht van de NCRV. Een mogelijk nieuwe klus voor Ruud Gullit in het Verre Oosten. En groot feest voor Marco Borsato. De populaire zanger is vandaag eindelijk gebombardeerd tot baron. Dit is Shownieuws met Henk-Jan Smits en Jimmy Bruinings. Hele goedenavond en welkom bij Shownieuws. Er is paniek bij het NCRV-programma Bijna Beroemd. Ja, een internetsite meldt namelijk al wie de winnaar wordt van het programma. En dat terwijl de finale pas komend weekend wordt uitgezonden. Ze zijn zich een hoedje geschrokken bij de NCRV vanmorgen. De showbiz-site Batsers.nl zegt dat de 13-jarige drummer Lars Nijman de winnaar van Bijna Beroemd is. De makers van de webpagina zeggen dat de NCRV vanmorgen per ongeluk de winnaar op internet heeft gezet. En ze hebben daar snel een kopie van gemaakt. Maar de NCRV zegt natuurlijk dat de kopie is gemanipuleerd. De eindredacteur van Bijna Beroemd, William Hoes, heeft geen goed woord over voor de berichtgeving. Aandacht, hartstikke leuk. Maar als er aandacht komt op een manier zoals dit, wat niets met ons te maken heeft, een boodschap die wij niet verspreid hebben, die ook niets met ons programma te maken heeft, dan denk ik van ja, hebben mensen tijd te veel of zo? Ik begrijp dat soort dingen niet. Dat vind ik jammer. Presentator Jochem van Gelder heeft zich vandaag volgens eigen zeggen totaal niet met de kwestie bezig gehouden en onthoudt zich daarom van enig commentaar. Bijna beroemd jurylid Ferdy Bolland ziet alleen maar positieve gevolgen van de commotie. Maar inhoudelijk wil ook hij niets loslaten. Ik ga het uiteraard niet vertellen. Want de spanning van zo'n programma is dat niemand het weet. Alleen de kleine groep mensen weet het. En ik denk dat het een voorspelling is. Ik denk dat mensen aan het raden zijn. Misschien zijn het wel fans van de talent zeg maar, in kwestie. Dat probeert om de zaak een beetje te sturen. En ik vind het goed. Dit is duidelijk een teken dat het leeft, zou ik maar zeggen. De NCRV zit wel degelijk met de kwestie in haar maag. Want ze weigeren ons beelden te geven waarop de vermeende winnaar te zien is. Gelukkig vonden wij op de populaire site YouTube wel beelden van de 13-jarige drummer Lars. Maar of hij ook daadwerkelijk de winnaar wordt van het programma, dat weten we zaterdag pas. Is Lars de winnaar? Lars uit Alkmaar? Nou, ik ga absoluut niks zeggen over wie de winnaar is. Want ik vind het zelf ook heel vervelend als ik de uitslag van een voetbalwedstrijd al hoor voordat ik s'avonds de samenvattingen zie. Wat ik wel kan zeggen is dat het een hele spannende finale is. Het zijn echt allemaal hele leuke talenten die allemaal verdienen om te winnen. En ik zou zeggen, het enige wat ik wel kan zeggen is kijk allemaal zaterdag, want het wordt een bijzonder leuke show en het wordt spannend. Het is toch ook een beetje vraag om problemen als je zo'n programma opneemt. Er zitten er mensen in het publiek. Die kunnen dat soort dingen allemaal makkelijk op internet zetten. Ja, ik snap ook niet dat een finale van tevoren wordt opgenomen. Want dan haalt het inderdaad de spanning wel weg. Het kan natuurlijk ook zijn dat de NCRV heel blij is dat dit gelekt is. Zo van, oh ja, dan denkt iedereen dat Lars heeft gewonnen. En dat juist een hele andere winnaar komt. Dus dat kan publiciteit. Ook, bij Idols ook werd ook gezegd, Floortje heeft gewonnen. Dat maakt het wel extra spannend. Dat was wel live, dus dat was op niks gebaseerd. Maar dit is natuurlijk gebaseerd op mensen die daar in het publiek hebben gezeten. En ja, dan vraag je inderdaad om een kleine lek naar internet. Internet verspreidt, de berichten verspreiden zich zo snel. Dus ja, we hebben natuurlijk wel deze vermeende winnaar Lars wel even gesproken. We hebben hem gebeld. En hij was heel vakkundig, 13 jaar, en hij zei geen commentaar. Ah, dat heeft de NCRV hem vast en zeker ingefluisterd, stiekem. Ja, mooi. Hè? Een officiële winnaar is er nog niet, maar hij heeft nu al een mediastop. Kijk. Heel modern.